In de eerste week van maart zal de regering het start zijn geven voor de bouw van nog eens 750 woningen. Dat zei president Desi Bouterse tijdens de herdenking van de revolutie. Hij voegde eraan toe dat de regering ook meer scholencomplexen zal bouwen. Er wordt wederom miljarden geïnvesteerd in de infrastructuur, aldus het staatshoofd. Het afgelopen jaar zijn drie keer daar 200 afgeleverd. We hebben na een periode van experiment, hebben wij gezegd dat de staat slechts wetten en andere randvoorwaarden moet creëren, waardoor het particulier initiatief dit moeilijk werk op zich zal moeten nemen. Het grootste zorgpunt van de president is de gezondheidssector. Hij zei dat ook in deze sector miljarden aan subsidies worden uitgekeerd, maar dat er toch geen vooruitgang wordt geboekt. Wij geven miljarden uit aan subsidies. We geven enorm veel uit, enorm veel voor volksgezondheid. Maar we vragen ons af hoe effectief is. Zijn de middelen welke u helpt aandragen om daadwerkelijk een basis te leggen voor een gezond volk? Ik moet zeggen, vandaag de dag ben ik blij om in discussies erbij te zijn waarbij het doktoren en deskundigen en specialisten niet alleen maar om die show gaat. En begint tot één keer te komen dat ze veel, heel veel mogen verdienen. Maar laten wij dan toch op zijn minst de middelen welke ons volk opbrengt, laten wij de zorg daar brengen voor onze mensen. Tot zover president Desi Bouterse maandagnacht bij de herdenking van de revolutie.